Ja, oké. Okay. Normaal had ik goesting om na het doelpunt iemand vast te pakken, maar dat mocht niet meer. Dus dan liep ik gewoon door en ja, dat was een fantastisch moment. Ja, eerst en vooral goed verzorgen. Dat is het belangrijkste leven als een prof. Niet 100%, 90%. Dus ik vind het belangrijk om 90% voor je job te leven. Want als je 100% voor je job leeft, word je zot, vind ik. Af en toe een keer een frietje, een keer een glaasje wijn. Ik vind dat wel dat dat moet. Een beetje vrij zijn in het hoofd. Ja, ook proberen alles mee te doen. Hè, nog. Als je wilt spelen tegen gasten van 21 jaar. Tegen spitsen of tegen aanvallers van 21 jaar, dan moet je ook trainen als iemand van 21 jaar. Dus ik ben ook niet echt fan van een training te skippen. Ik probeer alles mee te doen en alles voluit te doen. Ja, toch wel een beetje. Hè. Dus vroeger, als ik jong was, en ik mocht mee trainen met gasten als Zetterberg, Van der Hagen, Bart Goor, dan was ik heel stil. Had ik enorm veel respect voor die gasten. Ik zou zelfs hun schoenen gewassen hebben als dat gevraagd. Dus, maar nu de tijden zijn toch een beetje anders geworden. Hè. Nu zijn ze allemaal veel mondiger. Ze dienen nu ook altijd van antwoord. Ze zijn ook al iets minder coachbaar, vind ik. Maar het valt mee. Dus ik denk dat we hier wel heel brave jongens hebben op Zultewaregem. Dat we wel het geluk hebben dat ze luisteren. Want er is heel veel ervaring bij Zultewaregem. Ook met de coaches. Met mij, met Damien, met Sek. Dus we mogen eigenlijk niet klaar. Ze zijn gewoon iets monder dan vroeger. En voor de rest, ja. Ja. Ja, het is gewoon leuk. Hè. Ik scoor al niet vaak. En dan denk ik maar 14 doelpunten in mijn carrière gemaakt. Dus niet zoveel. Dus zeker een winning goal. Hè. Dat is een heel belangrijke voor ons. Gouden punten. Ja, wie had ons nog een kans gegeven na de 2-0? Niemand, hè, dacht ik. Dus wij ook niet op het veld. En plots maakte Jean-Luc een fantastisch doelpunt. En geloofde er terug in. Dus dan kun je nog die winning goal maken op mijn leeftijd. Dat is een heel mooi moment. Ook mijn eerste winning goal. Een dag om nooit te vergeten, wedstrijd om nooit te vergeten. Ja, oké. Okay. Normaal had ik goesting om na het doelpunt iemand vast te pakken, maar dat mocht niet meer. Dus dan liep ik gewoon door. En ja, dat was een fantastisch moment. Ik heb truitjes van Ibrahimovic, Roberto Carlos, Neymar, Mbappé. Ik heb er heel veel. Het is een souvenir, ook voor later, ook voor mijn kinderen. Maar het mooiste vind ik misschien die van Maldini. Dat was een speler op mijn positie. Ik heb eigenlijk altijd linksbak gespeeld, 13, 14 jaar lang. Dus ik keek enorm op naar Maldini. Ik keek ook veel wedstrijden van hem. Ik heb ooit de kans gehad om tegen Milan in de Champions League te spelen. Ik heb dan ook na de wedstrijd met zijn truitje gevraagd en gekregen. Dus voor mij is het Maldini, nummer 3 van Milan, het mooiste truitje, het mooiste souvenir dat ik heb. Oh, bij Anderlecht was het toch wel Zetterberg. Ik vond hem een fantastische voetballer. Hoog op zijn rug, enorme vista, gouden traptechniek. Ik heb dan ook nog met Aruna mogen samenspelen. Dat vond ik ook fantastisch. Spijtig dat hij geen vervolg kende in een buitenlandse competitie. Vond ik een beetje raar. Ik vond hij echt heel goed. En dan heb je natuurlijk ook Compagnie, Lukaku. Ja, de rest is geschiedenis van die twee, hè. Dus meer moet ik daar niet over vertellen. Hè. Maar om toch met twee verrassende namen te komen, voor mij Zetterberg en Aruna waren toch een van de twee beteren waar ik mee gespeeld heb. We hebben eigenlijk al een beetje afgesproken om met Laurens en Jelle op vakantie te gaan na het seizoen, als we een goed seizoen achter de rug hebben. Omdat we al heel lang niet meer op vakantie geweest zijn. Al een jaar en een half, twee jaar geleden is dat nog een keer op vakantie kunnen gegaan hebben. Iedereen weet waarom, ik moet het niet nog een keer vertellen. Dus dan nemen we Yves van der Hagen mee, hè. Mijn beste vriend in de voetbalwereld. Kunnen we alle dagen Manille en paddelen op vakantie. En eindelijk is het terug op vakantie gaan. Het zou wel fantastisch zijn na het seizoen. Het gevoel dat je hebt als je een wedstrijd wint. Hè. Het gevoel dat je hebt als je een doelpunt maakt. Als je belangrijk bent, als je een goede wedstrijd gespeeld hebt. Het gevoel van een heel zware training. Als je dan thuis komt. Dat gevoel, hè. Dat zal ik missen. Na Eupen heb ik denk ik 3-4 dagen op een wolk geleefd. Dat zijn momenten die je gaat missen. Hè. Ook bijvoorbeeld bij Anderlecht heb ik ook kampioen gespeeld. Dat zijn momenten die je gaat missen, die je nooit meer zal meemaken. En vooral dat gevoel, onoverwinnelijk zijn,
dat is een fantastisch gevoel dat ik zal missen. Nee, absoluut niet. Dan hoor ik Yves bewust een week ervoor niet. Omdat, we praten veel over voetbal. Ik hoor hem wekelijks. En we praten ook altijd over de tegenstander die we net gehad hebben. Ook een beetje tactisch, een beetje een analyse maken. Gisteren heeft hij vriendschappelijk tegen Mouscron gespeeld. Heb ik hem gebeld hoe Mouscron speelde, welke tactiek, welke spelers. Maar juist de week van de derby spreken we niet met elkaar, omdat we alle twee absoluut willen winnen. Goh, dat weet ik niet. We zullen wel zien. Hij speelt nu bij Destelbergen. Dat is een bescheiden clubje in de provinciale reeksen. Hij doet het goed. Hij heeft heel veel plezier erin. Hij amuseert hem. Hij is niet het grootste talent. Er zijn veel betere spelers die samen voetballen met hem. Maar belangrijk is voor mij is dat hij hem amuseert en dat hij iets doet van sport. Dat hij fit blijft. Dat is voor mij het belangrijkste. Vooral met de kinderen bezig zijn. Als de kinderen niet bij zijn, durf ik wel eens mijn PlayStation aanleggen, Call of Duty spelen, series kijken. Vooral in de winter. In de zomer durf ik wel eens tennissen, paddelen. Ik fiets ook heel graag. Dus ik ben wel iemand die bezig is. Op vakantie ook. Ik ga altijd, bijna altijd een uur gaan lopen en dan nog een uur of twee tennissen voor mijn dag begint. Dus ik vind het wel belangrijk om in beweging te blijven en fit te blijven. Ja, ik heb al leuke partijtjes gehad. Hè. Ik heb samen met Malice, Xavier Malice peddel ik veel. Dat is fantastisch, onverslaanbaar eigenlijk. Dan heb ik nu ook voor de corona veel gepeddeld met Bart Goor en Radzinski samen met Yves. Dat zijn ook heel intensieve partijtjes, ook veel lachen. Ja, ja, zoals iedereen, hè, dat die corona snel voorbij mag zijn, dat iedereen weer de draad kan oppikken. Dan de supporters weer welkom zijn, ja, dat iedereen weer zijn normale leven kan oppikken. Dat is denk ik het belangrijkste momenteel.